Ik had natuurlijk 500 keer Hazes gespeeld. Ja. Ik was even ontzettend genezen van het spelen op toneel. En ik was liedjes aan het zingen, nog wel Hazesliedjes. En films aan het maken, draaien en zo. Dus dat vond ik eigenlijk heel leuk. Dus ik was, ik dacht, oh, toneel. Ik werd echt heel zenuwachtig van. Maar ja, dit idee vond ik toch wel zo leuk. En soms veroorzaakt Xeroxat extreme agressie. In een testgroep heeft twee medestudenten vermoord met een bijl. En toen hij bijkwam uit zijn roes, kon hij er zich helemaal niets meer van herinneren. Let that be my problem and you do what you know best, sell the stuff, all right? Good, next on the agenda. We willen de discussie verder helpen. Daarbuiten willen we natuurlijk ook een hele prikkelende en geestige en absurde theatervoorstelling maken. Maar het maatschappelijk debat moet zeker verder gevoerd worden. En dat we genaaid worden door de farmaceuten en misschien ook wel de zorgverzekeraars, en dat die nou winst mogen gaan uitkeren en dat ziekenhuizen winst mogen gaan uitkeren, dat vind ik van een onbegrijpelijke, keihard kapitalistische onmenselijkheid. De zorg is juist iets wat je niet moet vermarkten. Over the years, Big Pharma paid you $7.5 million. You deserve that. You're an honest guy. Nee. Ik ben geen integere medicus. Ik laat terminale patiënten een paar maanden langer leven en laat ze daar per maand een ton voor betalen. People want to live, son, no matter the costs. We only give them what they want. It's not in our hands. Ik ben geen arts meer. Ik ben een hoer. Ja, Martijn Fischer is dus de Benjamin in dit gezelschap. De anderen hebben al 3 voorstellingen hiervoor met elkaar gespeeld. Maar tot nu toe ziet er tamelijk ontspannen bij. George kwam en die ging vertellen wat dan het idee was. En toen dacht ik, nou, dan ga ik ook wel. Dat vond ik wel leuk. Maar ik dacht wel, ja, die gasten die hebben het allemaal zo op een rijtje. Hè, die weten zo goed waar ze het over hebben. Ik moet wel proberen een beetje tegen te kleuren. En hoe doe je dan zoiets? Nou, ik had allemaal hele wilde plannen, maar het lukt helemaal niet. Wat voor wilde plannen dan? Nou, ik dacht, ik ga shownummers doen ten faveur van de farmaceutische industrie. Of juist heel erg een tegengeluid laten horen. Maar ze zijn zo sterk. Voorgesteld en ze zeiden, nee, gaan we niet doen. Nee, maar Martijn die past er naadloos in. Dus Pierre mag ook niet meer terugkomen nu. Oh, weet hij dat zelf al ook, Pierre? Nee, oh nee. Kan je dit niet uitzenden, alsjeblieft? We zenden dit niet uit. Two bulls are standing on top of a mountain overlooking a herd of... Uitgebreide research, dat er gewoon een steeds groter... Als 90 jaar doet. Niet haasten, want anders, dit is niet de toon van de... Ja, nou, ja, kunt... nou, ik speel wel in de lijn van Hazes doorgetrokken, de patiënt. Nee, maar dat is wel leuk, want dat is, hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, je kan er meteen heel erg inschieten. Oh, het is wel een vreselijk wat me overkomt. Het moet klein blijven. Ja, het moet klein blijven. Wacht even, dus het zorginstituut bepaalt of ik blijf leven of niet? Nou, dat ligt iets gecompliceerd. Volgens mij niet. Leg die maar uit dan. Nou, misschien wil jij dat doen, Peter? Ik ben er niet. En ben je door deze voorstelling ook meer dan misschien wel eerst het geval was echt gaan verdiepen in de zorg, in de farmaceutische industrie? Er zijn elke dag weer nieuwe berichten erover. Ja, ik volg wel iets meer. Maar wat het fijne is van dit proces, die gasten, deze maniertjes, die komen dan met heel veel tekst en dingen. Je krijgt eigenlijk een soort korte cursus farmacie. En dan zegt hij, wat gebeurt er bij 115.000? Ja, maar dan krijg je echt riskant en dan gaan artsen het niet meer voorschrijven. De verzekeraars gaan weigeren, de politiek begint te stijgeren. Ik ben niet zo heel snel bevlogen of verontwaardigd over dingen. Want ik denk van ja, de wereld werkt ook een beetje zo. Het is nou eenmaal zo, dat verhaal. Ja, dat gevoel. Maar ja, hoe decadent is dat gevoel eigenlijk? Dus ik ben wel blij dat het me ook een beetje aanraakt. Want dan kan je het ook makkelijk goed spelen en dan kan je het ook goed verdedigen. Ik bedoel dat er ook een discussie is in de zin van... Nou, mijn vrouw slikt antidepressieven en ik heb er heel veel baat bij.